Welkom bij deze instructievideo over hoe je een square kunt maken met daarop een 3D spiraal. Ik hoop dat dit een leerzame video voor je is en we gaan er gauw aan beginnen. Voor het werkje heb ik twee verschillende kleuren. Ik gebruik een witte kleur voor de square en de roze kleur voor de rosette spiraal. Verder heb je dan nog een markeertje nodig en een haaknaald van 4,5 mm. Je maakt een magische ring. Als je niet weet hoe je de magische ring op je haaknaald zet, onder dit filmpje staat de link. Daar kan je op klikken en daar leg ik precies uit, stap voor stap, hoe je de magische ring op je haaknaald zet. In de magische ring ga je eerst twee vaste steken maken. Dus de naald in de ring, draad omhoog, omslaan en door twee lusjes. En dat nog een keer. Je gaat nu in de magische ring drie halve stokjes maken. Dus de draad om de naald, in de ring, draad omhoog, pakken omhoog, draad omslaan en door alle drie de lusjes heen trekken. En dit nog twee keer. En dan nog zeven stokjes in de magische ring maken. Draad om de naald, in de magische ring, draad pakken omhoog. Omslaan door 2 inhalen, omslaan door 2 inhalen. En dat nog 6 keer. Dus dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Je trekt nu aan het koordje van je magische ring en dan sluit die. Dan maak je nog één vaste in je allereerste vaste steek die je hier hebt gemaakt. Maar daardoor ga je niet door allebei de lusjes. Dat is dus dat veetje van de hele steek. Dat ga je niet doen. Je gaat alleen in de achterste lusje van je hele steek werken. Daar maak je nog een stokje bovenop. Nog een keertje de magische cirkel goed dicht trekken, dat die goed is gesloten binnenin. Haaknaald eventjes uit je werkje halen. Dan heb ik hier zo'n markertje. En boven je allerlaatste stokje die je hebt gemaakt, daar in die hele steek, daar zet je je marker in vast. Haaknaald terug in je lus. En dan ben je al klaar voor de tweede ronde. We gaan alleen maar in de achterste lussen van je hele steek ga je iedere keer stokjes maken. Dat in een spiraal. Daarom heb ik dat markertje gemaakt. Als je alsmaar rond blijft haken, dan weet je niet meer wat het begin of het eind is. Dus dan ga je oneindig door. Vandaar dat ik hem hier vastzet, zodat je weet wanneer je precies rond bent gegaan. De reden waarom ik alleen in de achterste lusjes van de hele steek werk, is omdat als ik straks de spiraal met de roze garen ga haken, de voorste lusjes ga gebruiken om dat daar bovenop te kunnen haken. We gaan aan de volgende ronde beginnen. In die eerste steek waar je dat laatste stokje hebt gehaakt, in diezelfde steek, daar ga je nog een keer een stokje weer in maken. Dus je hebt nou twee stokjes gemaakt in één en dezelfde steek. En dat alleen in de achterste lus. In de volgende steek. En daarbij dus weer niet die hele steek opnemen. Alleen in de achterste lusjes. In dat achterste lusje, in de vorm van de volgende steek, daar maak je twee stokjes bovenop. En dit is het patroontje wat je zo helemaal haakt rond totdat je aan de markeren komt. Dus in elke steek, alleen in de achterste lus, twee stokjes haken. Ik ben nu helemaal rond en ik heb de laatste twee stokjes gehaakt in de steek voordat je bij de markeerder bent. Dus de steek van de markeerder, die heb ik nog niet gedaan.
Ik haal de markeren weer even uit het werkje. Leg die apart. En dan in de volgende steek, waar je dan die markeren uit hebt gehaald, aan de achterste lus, daar maak je nog één stokje in. Dus geen twee, maar één stokje. De markeren, die zet ik terug. Dat allerlaatste stokje wat je hier hebt gemaakt, daarboven in die steek, daar zet ik de markeren terug in. Haaknaald weer terug in je werkje. En we gaan aan de volgende toer beginnen. De volgende ronde. In de volgende steek maak je twee stokjes. In de volgende steek maak je één stokje. En in de volgende steek twee stokjes. In de volgende steek één stokje. Dit is het patroontje wat je rondom gaat haken. Dus in de volgende steek maak je twee stokjes. En in de volgende steek één stokje. Zo om en om. Ga zo helemaal rond. Twee stokjes, één stokje, twee stokjes, één stokje. Totdat je weer hier aan het eind komt. En als je dan in die steek voor dat markeertje bent, die steek daarvoor, als het goed hebt gehaakt, dan komen daar nog twee stokjes in. Hier heb ik dan nog één stokje, twee stokjes, één stokje en dan in die laatste steek voor dat markeertje nog twee stokjes gemaakt. Markeertje eruit halen. En in de volgende steek maak je eerst één stokje. Dus waar de markeertje uit is gehaald, daar maak je nog één stokje. En dan zet je hem weer terug. Het laatste stokje wat je gemaakt hebt, daarboven in die steek, daar zet je hem weer terug in je werkje. En we gaan gelijk door naar de volgende ronde. Je hebt hier al één stokje gemaakt. In de volgende steek maak je ook nog één stokje. Dus je hebt nu hier aan het eind had je dan twee stokjes. Dan krijg je één stokje, één stokje. En in de volgende steek maak je er dan twee. Twee stokjes. In de volgende twee steken maak je één stokje. Eén. En in de tweede steek ook één. En dan in de volgende steek maak je twee stokjes. Dit is het patroontje wat je zo helemaal rondhaakt tot aan je markeertje. Dus in de volgende twee steken, alleen in de achterste lus, hè, niet vergeten. Eén stokje. En in de volgende één stokje. En dan in de volgende steek twee stokjes. Maak de toer zo af. En dan doorhaken tot weer hier, niet in die steek van de markeren, maar die steek daarvoor. En dan alleen in het achterste lusje. Ik heb nog drie steken over. Dat is het laatste patroontje. Dus in de volgende steek één stokje. In de volgende steek één stokje. En in de volgende steek twee stokjes. Markeertje eruit halen, even apart leggen en in de volgende steek waar je die markeren uit hebt gehaald, daar maak je een stokje. En bovenop dat stokje, daar zet je je clipje weer terug in. Haaknaald terug in je werkje en dan kunnen we gelijk weer door beginnen aan de volgende toer. Je hebt dus hier in die, waar dat clipje boven zit, heb je dan die laatste twee stokjes gemaakt. Dan één stokje. Dan krijg je nog in de volgende twee steken nog één stokje erbij inmaken. Eén stokje, volgende steek, één stokje. Dus nu heb je na die twee stokjes in die ene steek, heb je in de drie volgende steken één stokje gemaakt. In de volgende steek, daar maak je twee stokjes.
En dit is dan ook weer het patroontje wat je helemaal rondom gaat maken tot aan dat clipje hier. In de volgende 3 steken 1 stokje. Dus dat is 1, naar de volgende steek, dat is nummer 2 en naar de volgende steek nummer 3. In de volgende steek, daar maak je weer 2 stokjes in. 1 en 2. In de volgende 3 steken 1 stokje. Dus dat is 1 stokje, 1 stokje en 1 stokje. En in de volgende steek dan weer 2 stokjes. Haak zo helemaal rond. Dus 3 stokjes, 2 stokjes, 3 stokjes, 2 stokjes, 3 stokjes, 2 stokjes. Tot weer de laatste steek hier voor dat clipje. En als je dan goed gehaakt hebt, dan moet je daar in die laatste steek 2 stokjes hebben gehaakt. Ik moet het laatste patroontje nog herhalen. Dus in de volgende 3 steken een stokje. Dat is 1, 2, 3. En dan in je allerlaatste steek 2 stokjes. Je clipje kan er nu uit. We gaan de spiraal nou nog sluiten. Zou ik nu stoppen, dan heb ik natuurlijk in één keer dat het hier ophoudt. Dus ik wil de spiraal netjes weg laten lopen. In de volgende 3 steken, daar maak je een half stokje in. Dus draad om de naald in die achtste lus. Draad omhoog, omslaan de alle 3 de lusjes heen halen. Dat nog 2 keer, dus in de volgende steek een half stokje. En nog een keer in de volgende steek een half stokje. Dan loopt het dan een beetje af. In de volgende 2 steken dan maak je een vaste steek. 1. En in de volgende steek ook 1. En dan maak je nog in de steek daarnaast je allerlaatste steek van de spiraal met een halve vaste. En dan is je spiraal mooi rond. We gaan dan van deze ronde spiraal een vierkante lap haken. Om te starten met de volgende ronde maak je eerst 4 lossen omhoog. 1, 2, 3, 4. Je maakt nu een dubbel stokje in dezelfde steek. Dus dubbel de draad om je haaknaald heen en dan ga je terug naar diezelfde steek. Draad te pakken omhoog. Je hebt dan 4 lusjes op je haaknaald. Omslaan door 2. Omslaan door 2 lusjes en omslaan door 2 lusjes. Je hebt nu 4 lossen en een dubbel stokje. En die 4 lossen die tellen voor je allereerste dubbele stokje. In de volgende steek maak je een stokje. En in de volgende steek een stokje. In de volgende 2 steken maak je een half stokje. Dat is 1. En dan in de volgende steek een half stokje. Dat is nummer 2. Nu ga je in de 5 volgende steken een vaste steek maken. 1. 2, 3, 4 en 5. In de volgende 2 steken een half stokje. 1, 2. In de volgende 2 steken een stokje. 1, 2. In de volgende steek
dan ga je 2 dubbele stokjes haken. Eén. En terug in diezelfde steek. 2. Je maakt dan 1 losse. Dat is min of meer je hoekje. En dan 2 dubbele stokjes in de volgende steek. Dus niet in dezelfde steek, maar in de volgende steek weer 2 dubbele stokjes maken. Dat is 1. En terug in diezelfde steek met nog een keer een dubbel stokje. Dat is aan de rechterkantje. Ik ga nog 1 rechterkant voormaken. En dan moet je zelf nog de 2 andere kantjes af gaan maken. In de volgende 2 steken, daar komt een stokje in. Dat is 1. En in de volgende steek, dat is 2. In de volgende 2 steken, daar maak je een half stokje. 1. 2. In de volgende 5 steken, dan maak je een vaste. 1. 2. 3. 4. 5. In de volgende 2 steken, een half stokje. 1. En 2. In de volgende 2 steken, een stokje. 1, 2 en dan ga je weer een hoekje maken met 2 dubbele stokjes in de volgende steek. Dus dit is 1 dubbel stokje en dan nog een keer een dubbel stokje in diezelfde steek maken. Dan maak je een hoekje van 1 losse. 2 keer de draad rond de naald heen halen en dan in de volgende steek 2 dubbele stokjes maken. Dat is 1. En dat is 2. Ik heb nu 2 rechte kantjes gemaakt. Haak zo verder door totdat je weer hier aan het begin komt. En aan het begin moet je dan nog 2 dubbele stokjes maken en dan laat ik zien hoe je de toer weer sluit. In de laatste steek heb ik nog mijn allerlaatste 2 dubbele stokjes gehaakt. Om deze ronde te sluiten zal je in de eerste, tweede, derde, vierde een halve vaste kunnen maken met daarvoor eerst nog een losse, want je maakt in elk hoekje maak je een losse steek. Dus dan zal je nu een losse moeten maken en dan een halve vaste in die vierde lossen van die eerste 4 die je hier hebt gemaakt. Dat kan je ook anders sluiten. Als je met je haaknaald nu in de vierde losse steek van je eerste 4 lossen de hele steek op zou nemen, draad oppakken omhoog, kun je nu ook een vaste steek maken. Dus omslaan en de allebei de lusjes heen trekken. Zo heb je toch min of meer een losse steek gemaakt en heb je een volledige steek hier bovenin gemaakt. In de volgende ronde gaan we allemaal stokjes haken. Je hebt hier je laatste dubbele stokje. Daarboven ga je een nieuw stokje maken en voor de eerste is dat dan 3 lossen. Die telt voor je allereerste stokje. Eigenlijk je allerlaatste stokje, want je gaat daar helemaal rond haken en dan telt deze eigenlijk voor je allerlaatste stokje. Je komt nu hier in dat hoekje en in dat hoekje ga je 2 stokjes haken. Eén losse en dan terug in dezelfde ruimte met nog een keer 2 stokjes. Nu ga je boven elke steek en daarbij neem je ook de hele steek op. Dus weer 2 van die lusjes, dat hele veetje, ga je in elke steek een stokje maken. Ook hier bij die alle eerste hier na dat hoekje
boven het dubbele stokje, daar gaat ook een stokje in. Dus die moet je niet vergeten, die wil nog alles onder zo'n hoekje glippen. In elke steek een stokje maken, tot na het volgende hoekje. Nog eentje te gaan. En dan kom je hier weer in dat volgende hoekje. En daar gaan ook weer twee stokjes in. Eén losse. En terug in dezelfde ruimte met twee stokjes. En dan ga je weer de rechterkant in elke steek weer een stokje maken. En ook weer niet vergeten boven dat eerste dubbele stokje hier vanuit dat hoekje. Ook daarboven in die steek ook een stokje maken. Ga zo helemaal rond. In elke steek een stokje en in elk hoekje twee stokjes, een losse en twee stokjes. En dat helemaal rond. Nog het laatste stokje. Dan kom je hier bij dat stokje van die drie lossen en dan in de eerste, tweede, derde losse van beneden, daar ga je met je haaknaald in en maak daar een halve vaste om deze ronde te sluiten. Ga nog het allerlaatste afwerkrandje maken, één losse omhoog en dan in die volgende steek maak je een vaste steek en in de volgende steek een vaste steek. En dan kom je hier in dat hoekje en in het hoekje maak je een vaste steek, een losse en terug in dezelfde ruimte met weer een vaste. Dan kom je hier boven dat allereerste stokje na dat hoekje, daarboven in die steek ook weer een vaste. En zo ga je helemaal rond. In elke steek maak je een vaste steek. En dan als je weer hier in dat volgende hoekje komt, dan maak je één vaste, een losse en een vaste. En dan ga je weer verder met vaste haken in elke steek en daarbij ook in je allereerste stokje hier in dat hoekje, daarboven in die steek, daar maak je dan ook een vaste. En zo haak je helemaal rond. In de allerlaatste steek moet ik nog één vaste maken en dan sluit je deze ronde in de allereerste losse die je hebt gemaakt. De hele steek oppakken en dan maak je een halve vaste. Het draadje kan afgeknipt worden en afgewerkt worden aan de achterkant. Ik werk dat draadje even af en dan kunnen we aan de roset middenin in die spiraal gaan haken. We gaan de roset haken en in de steken van die spiraal die er bovenop liggen. Als je er terug gaat kijken en je gaat de allerlaatste bovenop liggende halve steek opzoeken, dan heb ik hem hier gevonden. Dan ga je met je haaknaald onderdoor en dan maak je de nieuwe kleur aan je werkje vast. Op die manier. Ik ga nu de roset steken iets of wat omhoog laten lopen. Dus ik begin niet gelijk met lossen en dan ga ik verder haken. Want dan krijg je echt zo'n hele dikke rand. Ik wil hem zachtjes omhoog laten lopen. Wat je gaat doen is bij de volgende steek, daar maak je een vaste steek. En in de volgende steek maak je nog een vaste steek. In de volgende steek maak je een half stokje. En in de volgende steek ook een half stokje. In de volgende steek een stokje. En nog een keer in de volgende steek een stokje.
als je nu gaat kijken, dan zie je dat die langzaam omhoog loopt. Dat is de bedoeling. We gaan nu dubbele stokjes haken, maar in principe half dubbele stokjes. Normaal gesproken een dubbel stokje haal je twee keer die draad om je naald heen. In de volgende steek insteken, draad omhoog, omslaan door twee. Normaal gesproken zou ik dan bij deze drie lusjes nog een keer de draad omslaan en weer door twee lusjes heen trekken. En dan nog een keer omslaan en door de laatste twee lusjes heen trekken. Dat gaan we dus in deze steek niet doen. Als je de drie lusjes op je haaknaald hebt staan, sla je de draad om en dan trek je ze gelijk door alle drie de lusjes heen. Twee keer de draad om de naald. In de volgende steek. Insteken, draad omhoog halen, omslaan door twee lusjes heen halen en dan omslaan en door alle drie de lusjes heen halen. Dus twee keer de draad om de naald. Volgende steek, draad omhoog halen, omslaan door twee lussen heen halen, omslaan door alle drie de lusjes heen halen. Zo ga je in elke steek die hier bovenop ligt, ga je zo'n half dubbel stokje maken, totdat je aankomt bij de laatste drie steken. Dus 1, 2 en 3. Die haak je even niet, want dan gaan we terug uithaken, zodat het weer afvloeit naar beneden. Dus doorgaan met haken tot de laatste drie steken. Ik ben verder gaan haken en ik heb de laatste drie steken hier middenin, die heb ik nog niet gemaakt. In de volgende steek, dus in die laatste drie steken gaan we nu werken. In de volgende steek komt een stokje. In de volgende steek, en dat is dan de ene laatste steek, daar maak je een half stokje in. En dan in de laatste steek, daar maak je een vaste in. En dan zoek je het eerste beste stokje op hier in het midden. Dan ga je in zo'n stokje gewoon dwars doorheen. Of onderdoor, maar ik ga er eigenlijk dwars doorheen. Dwars door het stokje heen. Even kijken hoor, het draadje moet even de andere kant op. Dus dwars door dat stokje heen en daar maak je een halve vaste. Dus je trekt de draad door dat stokje heen. En gelijk door je allerlaatste lusje wat op je haaknaald staat. Draadje lang trekken, die kun je afknippen. En dan zie je dat die spiraal hier in het midden, dat die ook weer schuin wegloopt naar beneden. Ik pak een stompe naald erbij. Draad in de naald. En dan steek je deze draad dwars door dat stokje naar achteren. En dan werk je dat draadje netjes weg. En dat is ook voor deze, waar je de spiraal bent begonnen met haken, draad door de naald, van boven naar beneden, draadje naar achteren trekken. En dan afwerken en dan is die klaar. De draadjes heb ik afgewerkt en het werkje is klaar. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan gaan maken. Vind je het leuk om mij een foto te sturen van wat je ervan hebt gemaakt? Onder dit filmpje staat de link naar mijn Facebook. Daar mag je je foto plaatsen wat je van deze square met die 3D spiraal, wat je ervan hebt gemaakt. Heel veel plezier met het maken van deze square. Met spiraal, bedankt voor het kijken en heel graag tot een volgende keer. Dag!